Dixon denkt, ik sluit je op. Boudin zegt, echt niet, ik ga er gewoon tussendoor. Heeft hij ook geluk dat Leest eventjes goed in de spiegels kijkt, hè? Ik hoop toch niet dat... Ah, nee. Ah, verdorie. Nee, er is een reden dat we dit zien. Boudin wordt bestraft omdat hij over de pit-exitlijn reed. En zal dus de plek moeten teruggeven aan...